Wanneer u een woning zoekt waar u bijvoorbeeld gelijkvloers zou kunnen wonen, of waar u een kantoor of praktijk een huis zou willen hebben, dan heb ik hier in Grotebroek op de Partaanderlaan op nummer 46 een vrij exemplaar in de verkoop genomen. Een garage geschakeld vrijstaand woonhuis. Een woonhuis voor de prijs, zou ik bijna zeggen, van een 201 kapper. Een vrijstaand woonhuis voor de prijs van een 201 kapper met vele gebruiksmogelijkheden. Zo is het heerlijk gelegen vlakbij het park, vlakbij het doorgaand vaarwater, vlakbij het NS-station, het winkelcentrum, het Streekhof. Het is allemaal vlakbij. Maar met name de vele gebruiksmogelijkheden maakt dit een hele interessante woning. Zo is de woning op de eerste etage voorzien van twee ruime slaapkamers. Er zijn voornamelijk van drie slaapkamers twee ruime slaapkamers gemaakt. Dus als u wilt, kunt u dat eenvoudig weer terugbrengen naar de oorspronkelijke drie slaapkamers. Maar ik heb een aantal van deze woningen verkocht. En ik heb ook een keer een woning tegengekomen waarbij op de tweede etage een tienerkamer is gerealiseerd. Nou, dat is hier ook heel goed mogelijk, want er zitten bijvoorbeeld al twee dakramen op de tweede etage. Dus je kunt daar vrij eenvoudig ook een hele leuke tienerkamer maken. Daarnaast is de badkamer keurig netjes, een luxe badkamer, zit ook op de eerste etage. En dan hebben we dus als extra dus die extra slaapkamer beneden op de parterre. En in de bijkeuken naast die slaapkamer beneden, daar kunt u bijvoorbeeld als u wilt een badkamer realiseren. Daar heeft u alle ruimte voor en u kunt ook goed de leidingen daar allemaal bereiken. Dus dat is geen enkel probleem. En daarnaast nog natuurlijk de garage, een flinke garage. En als u wilt nog meer ruimte hebben, kunt u ook de wand tussen de bijkeuken en de garage verwijderen. En dan heeft u een extra lange garage. U heeft ook lekker veel ruimte ter beschikking in de woonkamer. Een ruime living waar u op diverse manieren uw interieur kunt indelen. En omdat de tussenmuur tussen de keuken en de woonkamer deels is weggehaald, heeft u ook extra veel licht ook in de kamer. En dat geeft een extra ruimtelijk gevoel. De keuken is functioneel, ziet er keurig netjes uit, maar is niet heel erg luxe uitgevoerd. Maar u heeft wel ter beschikking over lekker veel werkruimte daar. En u kunt ook daar een grote stamtafel kwijt. U krijgt daarmee ook een beetje een woonleefkeukenidee. De woning is ook voorzien van een fijne zonnige tuin op het westen. Het is nu niet zo mooi weer, het regent een klein beetje. Maar u heeft een heerlijke tuinligging op het westen waar u de hele dag kunt genieten van het zonnetje. Een hele leuke woning. Woning met dus veel gebruiksmogelijkheden. Met name die ruimte beneden. Die geeft extra veel kansen voor degenen die dat nodig hebben. Daarnaast, het is ook een heerlijke lekker chillruimte voor de kids bijvoorbeeld. Als u het op die manier wil gaan gebruiken. We gaan de woning op een speciale manier in de markt zetten. U krijgt straks van mij na deze video-introductie een videovlucht. Dan ga ik met de Matterport-camera door de woningen. Daarnaast ook heeft u de mogelijkheid om die presentatie virtueel te bekijken, VR. Want het is een 3D-opname. Het is hartstikke leuk en als u zo'n VR-bril heeft, dan kunt u hartstikke mooi een belevenis krijgen om door de woning heen te lopen. Ook een soort van, een soort Google Maps-achtig. Zo werkt die presentatie. Maar we gaan de woning op een speciale manier in de markt zetten op mijn website hanvanwijk.nl, de makelaars van Connect.nl en ook op Funda kunt u zien hoe we dat gaan doen. Maar iedereen krijgt de gelegenheid om de woning te bekijken, interesse kenbaar te maken en ook een bieding uit te brengen eventueel. Nou, ik hoop dat het wat mooier weer wordt. Dan kunnen we nog genieten van de dag. Ik dank u alvast voor het kijken. Mijn naam is Han van Wijk en ik ben van Remax. Tot ziens. Dag.